Maries de Hond, 2 jaar geleden zat je in dit zaaltje het initiatief aan te kondigen dat er een onderwijs voor nieuwe tijd is. Hoe staat het er nu voor? Ja, er is ontzettend veel gebeurd. Uiteindelijk is in augustus vorig jaar zijn 7 scholen in Nederland met onze methodiek aan de slag gegaan. Nou, dat gaat er heel goed. Veel buitenlandse belangstelling, zowel in de scholen als via mails en andere manieren. En voor het komende jaar mogen we zelf 2 scholen in Amsterdam zelf starten, in Nieuw-West en Zuidoost. Een school die we helemaal kunnen starten en inrichten op de manier waarop wij vinden dat een nieuwe school zou moeten zijn. Ja, je hebt er zoveel vertrouwen in dat je eigen kind erheen gaat. Ja, natuurlijk. Dat is ook de reden waarom ik het helemaal begonnen ben. Ik wil gewoon een school voor Daphne hebben en ik vond het bestaande onderwijs niet goed genoeg. Niet dat doen wat ik vind wat er voor kinderen zou moeten gebeuren. Namelijk enerzijds voorbereiden op de toekomst met de mogelijkheden van vandaag. En vooral geënt op de persoonlijke talenten en mogelijkheden van een kind. Maar wat gebeurt er nou? Je hebt een mooi concept, je hebt een idee, je hebt allemaal onderwijs bij elkaar. En je hebt ervaring van oude scholen en dan ga je het echt doen. En je ziet dat in scholen gebeuren. Wat viel tegen? Wat viel tegen? Nou, wat eigenlijk het enige wat tegenviel was de wijze waarop de buitenwereld er via de media tegenaan keek. Want die maakte een soort karikatuur van wat er in werkelijkheid gebeurde. Die maakte een soort beeld alsof ons plan was om kinderen 4 jaar oud een iPad te geven. En dan pas weer langs te komen als ze 12 waren de iPad in te nemen en dan te vragen wat heb je geleerd in de tussentijd. En dat was het beeld. Je toch de wereld draait door. Als er iemand gewoon publiciteit voor elkaar kan krijgen, ben jij het wel eigenlijk. Ja, maar wat er gebeurt is, je maakt gewoon het geheel in hoofdlijnen bekend. Je hebt je hele documenten staan op je website, maar daar reageert... Niemand kijkt, iedereen kijkt alleen maar, het wordt een iPad school. Ja, dan krijg je de filosofen of de zwartkijkers of de zogenaamde geleerden die zoveel van onderwijs weten. En die dan het totaal wegschrijven, totale valse argumenten enzovoort. Dat is wat viel mee? Nou, eigenlijk allereerst viel mee. Want daar waar ze deden in de scholen, ja, keer op keer als ik er ben, dan ga ik er stralend van weg. Want wat er eigenlijk gebeurd is, en dat is wat er eigenlijk van al die plekken terug wordt gekomen, is dat het wel lijkt alsof wat we gedaan hebben, met een soort toverstokje, we de krachten van de kinderen, van de leerkrachten, maar ook van de ouders hebben ontsloten. Er gebeuren nu processen die daarvoor niet gebeurden. En die, ja, bijna, ze buitelen over elkaar heen van de mooie verhalen. Je hoeft eigenlijk, het is nu gewoon het vliegwiel draait nu. Hoe is het nu met Daphne op de oude school? Wat zijn daar haar ervaringen? Nou, ze zit nog op een oude school, maar gelukkig na de zomer gaat ze een nieuwe school. En elke ochtend als ik met mijn dochter naar die school ga, de Montessori school, die er nog precies zo uitzet toen mijn zoon Mark 32 jaar geleden naar school ging, dan zeg ik elke morgen tegen mijn dochter, kom schatje, we gaan even naar het museum. En wat me opvalt, is niet alleen dat alles precies hetzelfde is als 32 jaar geleden. Maar wat me ook opvalt, is als ik het vergelijk naar de scholen waar ik dan kom, en dan kom ik regelmatig, die met onze methode bezig is. En ik zeg het wat zwart-wit, maar het is toch in essentie zo. Dat ik de school waar mijn dochter naartoe gaat, dan merk ik bij mij ook mijn dochter een soort plichtmatigheid. Ik ga naar school, want ik moet naar school en ik doe het en ze komt thuis en heeft ook best leuke ervaringen. En de school waar we bezig zijn, daar zie je gewoon, we gaan naar school. Ik kwam een ouder tegen, die zei, mijn kind zit nu 4 jaar op school. En die heeft afgelopen zaterdag voor het eerst gezegd, op zaterdag, papa, mag ik vandaag naar school? En dat is eigenlijk het verschil. Heerlijk. Hey, 2 nieuwe scholen. Wat gaat daar anders gebeuren dan bij die vorige scholen die allemaal begonnen zijn vanuit een bestaande situatie? Ja, als je begint vanuit een bestaande situatie, moet je je ook aanpassen nog aan die bestaande situatie. Het is een transformatieproces. Waar komen ze als allereerst? Nou, onze 2 scholen. De ene komt in Nieuw-West, vlakbij het confectiecentrum. En de andere in Zuidoost, niet ver van de Amsterdam Arena, dicht bij de A10. Omdat we denken dat we ook nog wel wat ouders van de rest van de stad aantrekken. Bijvoorbeeld, ik zelf woon in Buitenveld. En mijn dochter gaat gewoon naar de school in Nieuw-West. Wat er anders is in de eerste plaats is er anders dat wij dankzij een nieuwe experimenteerregel van het ministerie de hele dag, het hele jaar open zijn van 7:30 tot 6:00. En dat betekent, en dan hoef je ook niet de hele dag aanwezig te zijn als kind, maar je kan dus komen voor 9:30. Dus na schoolse opvang is geïntegreerd eigenlijk? Is geïntegreerd, maar ook is de school 246 dagen per jaar open, terwijl je als kind ongeveer 150 dagen naar school moet. Dus die 96 vakantiedagen kan je in onderling overleg doen. Dus jij kan op vakantie gaan wanneer jij zelf wil en niet, en natuurlijk in overleg met de school, en niet wanneer het ministerie dat heeft bepaald. En dat geldt gewoon voor de leerplicht. Oh, wat een genot. Voor mijn reis naar Amerika scheelt dat weer een paar duizend euro.
Ja, ook dat. Dat scheelt ook. En wat we ook heel belangrijk vinden, is dat als kinderen naar het buitenland gaan en ouders op vakantie gaan, is dat ook ervaring voor die kinderen. Maak er dan ook een project van. Als ze terugkomen, laten ze via Google Earth zien waar ze geweest zijn. Ze hebben een film gemaakt van een dier, of de cultuur, of de reis, of van wat ook. En kunnen dat weer delen met andere kinderen. Het mes snijdt aan twee kanten. De kinderen leren verwerken en presenteren, wat toch een essentiële vaardigheid is. En de andere kinderen worden misschien gestimuleerd of gemotiveerd door de verhalen van de rest. Ja. Nu heb je als stichting, behalve dat je het plan, en dat staat allemaal online, al die documenten zijn openbaar, mag iedereen gebruiken, maar je hebt ook tools ontwikkeld. Welke tools zijn dat? En kun je ze eens even laten zien? Ja, we hebben vier infrastructurele tools. En dat zijn tools die deze school mogelijk maakt. Een van de belangrijke tools is TikTok School Tool. En dat is eigenlijk een soort automatische agenda. Als je namelijk met de iPad het school binnenkomt, dan herkent de school dat kind binnen is, maar ook in welke ruimte die binnen is. Mm-hmm. Nou, we hebben allerlei activiteiten waar kinderen voor inschrijven. Dus je hebt gewoon beacons opgehangen, dat is echt gewoon... En dat betekent, en kinderen kunnen voor elk half uur uit activiteiten kiezen die voor hen aangeboden worden. Naar het stilteplein, of een workshop volgen, of een workshop geven. En zij kunnen daar inschrijven, samen met ouders schrijven zij in, dus gezamenlijk met ouders, omdat ouders mede verantwoordelijk zijn ook voor welk onderwijs het kind geniet, schrijven zij zich in. En als je bijvoorbeeld om 10:30 in een bepaalde ruimte moet zijn, dan weet de leerkracht wie ingeschreven heeft, wie er al fysiek zijn. Dankzij dat systeem. En de kinderen die er nog niet zijn, krijgen even een melding op een iPad. Je moet naar die ruimte. Dus planningssysteem en agenda. Ja, maar ook een registratiesysteem, zodat ook de leerkrachten het doen. En bovenop zit er een app voor ouders, of web-based ouders, die dat ook weer kunnen volgen. Die kunnen dus niet alleen als het kind thuis komt met de iPad, weet je ook wat het kind gedaan hebt. Je kan het ook op andere. Ik kan het lekker gewoon op een appje, kan ik het zelf zien. Er zit ook een digitaal portfolio in en het ontwikkelingsplan. Want per kind wordt er elke 6 weken een individueel ontwikkelingsplan gemaakt. In gezamenlijkheid leerkracht, leerling en ouder. Zodat je daar kan zeggen, nou, dit is jouw doelstelling voor de komende 6 weken. De afgelopen weken heb je dat en dat gedaan. Op dit moet meer aandacht gegeven enzovoort. Zodat de kind zijn individuele doelen weet. En dan keuzes kan maken uit het aanbod. Wat een verantwoordelijkheid op zo'n jonge leeftijd. Op 4-jarige leeftijd, samen met de ouders. Nou, ik denk dat helemaal niet slecht is, kinderen, om gewoon verantwoordelijkheid te geven. Maar dat is natuurlijk wel binnen randvoorwaarden. We gaan niet zeggen, ga maar en laat het los. Want je hebt een coach die je gewoon helpt om die plannen te maken. En de ouders ook. Ja, maar ook andere kinderen uit jouw... Je zit in een stamgroep waar je wel elke dag een uur bij bent, minstens. Waar je verjaardag samen mee viert. Dus je hebt ook wat dingen waar je terugvalt. Aan de andere kant heb je ook activiteiten die je met andere kinderen van de andere groepen doet. Dus je hebt wel een hele duidelijke mengeling. Maar wat we merken uit het enthousiasme in die scholen tot nu toe, is dat het niet alleen doordat je de iPad veel kan gebruiken bij bijvoorbeeld trainen en andere dingen, wat kinderen toch attractief vinden, is ook het feit dat ze meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Die kinderen ook, bijvoorbeeld waar we veel minder last van hebben, is ADHD of ADD. Attention disorder deficit. Omdat het bijna lijkt alsof dat sneeuw onder de zon verdwenen is. Omdat die kinderen gewoon enthousiast zijn en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Hey, en dat die eerste tool, die is nu al in gebruik? Ja, die is in 2 scholen nu in gebruik. Dan hebben we Schoolyard, Schoolspace. En dat is een virtueel schoolplein. Iedere school heeft een eigen virtueel schoolplein. En dat is eigenlijk een ontmoetingsplek, want je bent of op school, of je bent buiten school, of je bent op vakantie. Je kan elkaar dan ontmoeten, daar heb je avatars, maar je kan dan ook via FaceTime elkaar verbinden. En het is ook met augmented reality, dus je kan ook je eigen hoekje maken in augmented reality. Dat ziet er echt zo prachtig uit. Laat zo even zien. De derde tool? De derde tool is School Projects, waarbij het is een beetje SharePoint, maar dan voor kinderen die aan projecten bezig zijn. En een beetje plezierig te gebruiken. Ja, heel plezierig te gebruiken. En je rondom een project vorm je de groep van kinderen en leerkrachten, bijvoorbeeld 3, een chatbox alleen maar voor die. Je kan je concepten met elkaar uitwisselen, linken uitwisselen. En als het project afgerond is, is het beschikbaar voor iedereen. En het vierde is iDesk Learning Tracker. Waarbij voor educatieve apps die verbonden zijn met dat systeem, die creëert als het ware automatisch learning analytics, gekoppeld aan welke app dan ook. Want dat is natuurlijk het probleem bij willekeurige apps, dat je daar geen echte feedback hebt. Maar we werken ook met Rekentuin en Taalzee, en dat is door de Amsterdamse Universiteit ontwikkeld, voor groepen 1 tot en met 8. En die heeft aan de achterkant het totaal learning analytics gedeeld, en dat ziet er prachtig uit. Oké. Hey, en die tools hebben jullie dus gemaakt, dat is voor eigen risico ontworpen door partners, risico. En hoe wordt dat dan verspreid? Als mensen dat gebruiken, dan moeten ze een bepaalde hoeveelheid geld per maand... Dat is eigenlijk ons
onze visie van die school, die kan iedereen gebruiken. Prima, dat willen we ook. Mensen mogen. En we hebben die tools, daar hebben we samen met die partners gemaakt. We hebben zelf wat geld erin gestopt. De partners hebben er veel tijd in gestopt. En daar is gewoon een fiets, staat er tegenover. Wat kost het per leerling per jaar? Ik denk dat de tools bij elkaar, alle tools bij elkaar, ergens €25 per leerling per jaar gaan kosten. Dus je hebt €25 per jaar kosten aan de tools en dan nog een iPad over een paar jaar afgeschreven is ook een paar euro, zeg maar. Dus dat zijn echt kleine bedragen vergeleken met personeel. Ja, dus personeel vergeleken met personeelruimte is het niks. Nee, personeelruimte is niks. En het mooie is, ook die scholen die tot nu toe aan de slag zijn gegaan, maar ook onze. De iPad zit gewoon, is standaard in de prijs van de school. Maar dus, en de ouders hoeven ook niet extra te betalen. Het is door de school gefinancierd. Door de overheid wordt het gefinancierd. Een school, je krijgt een bepaald bedrag. En wij kopen niet bij de uitgevers vrij dure leersystemen. Maar we investeren meer in technologie. Maar ouders hoeven dus niks extra te betalen. Laat die tools eens zien. Ja. Goed, je laat het zien op een iPad. Goh. Big deal. Zal ik hem even schuin zetten, trouwens? Ja. Nee? Zal ik hem schuin zetten? Ja, doe maar, zet hem even schuin. Dat is voor jou makkelijker, toch? Of zo? Als je hem zo ziet, is het beter? Ja, hoor. Nou, dit is SchoolTool. SchoolTool is dus wat een kind heeft op zijn... Alle kinderen hebben dit op een iPad staan. Is het gewoon web-based? Of is het gewoon een app? Nee, dit is web-based. Ja. Dus nu krijgen ze informatie. En dit is bijvoorbeeld... Nou, vanmorgen kunnen ze uit activiteiten kiezen en dat doen ze thuis met de ouders. En dit is hun aanbod voor 10:30. En het kind kiest bijvoorbeeld deze activiteit. Dan ligt dat vast. Bijvoorbeeld, er zijn maximaal 15 plaatsen. Hier staat wat de additionele informatie daarvoor. Maar het interessante daarvoor is ook, met name, dat om 10:30... krijg je een berichtje. Als je dan niet in de juiste ruimte bent. Ja. Want als je wel in de juiste ruimte hebt, krijg je een berichtje niet. Ja. En dan wordt meteen vastgelegd door die beacons waar je op dat moment in die school bent. Als je naar dit kijkt, dit is de digitaal portfolio. Dus alles wat het kind vastlegt, wordt in folders van jouzelf, van je groep enzovoorts vastgelegd. Mm-hmm. En het aardige is, als ik hier nu uitga... Het is een beetje je e-room waar allemaal materiaal in zit, zeg maar. Ja. Ook wat foto's en video's die je zelf maakt. En dit is de app, of web-based, en een app voor ouders, die vervolgens kunnen volgen wat hun eigen kind aan het doen is, gedaan heeft of aan het doen is. Hier kan je dat zien. De schedule, de dingen die zijn, enzovoorts. En daarnaast heb je ook nog de app, dit is de applicatie voor de leerkrachten, die dat aan de background, de activiteiten inplannen. Ja. Dat kunnen ouders trouwens, of leerlingen kunnen ook activiteiten inplannen in de vrije tijd, vrije ruimte. Oké, dat is dan TikTok School. Okay, ja. School Tool. Ja. En we noemen die vier bij elkaar School Suite. Mm-hmm. Dus met de kleine S en grote C. Nou, dit is School Space. Dit is een virtueel schoolplein. De zoveelste probeert ze om dat te lukken. Ik ben heel sceptisch. Ja, we zullen zien. Nee, maar die 3D Space is altijd een gedoe. Dus we kijken. Kijken is dit. Wat er dus de essentie daarvan is, dit zijn dus de avatars, en je kan hier even, nou goed, zeggen hallo, hier ben ik. Ja. Oké, allemaal een big deal, zo. Maar het is ook augmented, dus wat je hier nu ziet, kan ik ook augmented laten zien. Dus ik kan hier rondlopen en dan zie ik... Rondlopen en dan zie je hier, even kijken in deze ruimte, ik liep waarschijnlijk de verkeerde kant op. Hup, dan zie je de voorkant van die school staat hier in deze ruimte. Kijk. Nou, we gaan weer ik zal even terugdraaien. Oké. Maar wat is nou het aardige? Dit is mijn stamgroep. Mm-hmm. Dit zijn de kinderen uit mijn stamgroep die allemaal avatars hebben gemaakt. Dit is bijvoorbeeld Lorenzo. En als ik hierop klik, kan ik met hem facetimen, waar die ook in de wereld is. Oh, ja. Als ik hierop klik, nodig ik hem uit, kom naar het schoolplein. En als ik hierop klik, ga ik naar zijn hoekje. Hij heeft dit hoekje gemaakt. En dit hoekje is ook weer via augmented reality te bekijken. En zo. Mm-hmm. En het aardige van dit schoolplein vergeleken met anderen is dat dit alleen maar per school is. Dus het is een besloten omgeving per school. Mm-hmm. En iedere keer, je kan je eigen hoekje inrichten. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga dit maken. En als ik dit doe, wacht even, dan ik zit nu even op die andere. Oké, hup. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld... Mijn hele hoekje maken. Dus dat zijn allemaal componenten die ik gemaakt heb. Ja, je kunt teksten en boeken en plaatjes en videootjes en allemaal dat soort dingen kun je er gewoon neerzetten. Gebruik iets. Maar je kan het, ik zal direct laten zien, je kan het op een hele bijzondere manier. Dus ik ben nu iets aan het uploaden. En nadat ik dat geüpload heb, dat is waarschijnlijk deze die wordt geüpload. Hier zit hij, hier.
Ja. En dan kan ik weer met het augmented reality, wat ik net geüpload heb, kan ik dan via augmented reality doen. Nou, ik kan een voorbeeld geven van iemand die dat op een hele mooie manier heeft gedaan. Hij heeft een soort... Je kan dus... Dit is het gebied wat hij heeft gemaakt met deze techniek. Mooi. En ook die kan je dus weer bezoeken vanuit een... Oké, dat is Cool Space. Ja. En dit is ook niet een soort major ding, maar wat het wel is, is als dat kinderen die op een school zitten, in een bepaalde stamgroep zitten, altijd contact kunnen leggen met kinderen uit een groep, ongeacht waar ze zelf zich op dat moment bevinden, op school, erbuiten, of waar dan ook ter wereld. Op een georganiseerde manier en ook besloten en dat soort dingen. Op een veilige manier, ja. Er zitten geen andere mensen dan de mensen uit die school in. Dan hebben we het derde is School Projects. Dit is dan, laten we zeggen, SharePoint, maar dan voor kinderen, voor leerlingen. Mm-hmm. Dit is bijvoorbeeld een project wat ze gestart zijn. Hup. Dat project, dit zijn de personen die in dat project meedoen. Dit is de chatbox waar die personen in met elkaar spreken. Concepten kunnen ze uploaden. Ze hebben een agenda waar de data in staat. Ze kunnen teruggaan en zeggen, nou ja, dat zijn de finished projects. En je kan projecten van anderen bekijken. Oké, je kunt ook gewoon projecten delen nadat jij ze gemaakt hebt. Ja, als het nou gemaakt is, is hij voor iedereen beschikbaar. Of voor subgroepen beschikbaar. En de vierde is iDesk Learning Tracker. Dat is mijn dochtertje. Die is bijvoorbeeld met een app bezig. Je kan dan zien per keer als het gebruik wordt er informatie verstrekt. En dan kan je bijvoorbeeld, hoe is haar activiteit, hoeveel tijd hebben ze gedaan. Maar dat kan je afzetten tegen andere meisjes in algemeen, of haar leeftijd, of meisjes in Nederland. Mm-hmm. Omdat je gewoon een database hebt waar dat allemaal in staat. Mm-hmm. Nou, die vier componenten bieden dus we. Dus het is de analytics kant eigenlijk, achter het geheel. En die kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld andere apps. Ja, en educatieve apps kunnen daar kunnen zeggen dat ze zich dat met dit gaan verbinden. Ja. Dat we hebben een soort API gemaakt om die verbinding tot stand te brengen. Dat gebruikt iedereen in de basisschool volgens mij Parnassus. Dat is echt zo'n basistool die iedereen gebruikt. Hoe werk je daarmee samen? 70% van de scholen gebruiken Parnassus als een soort administratief systeem. Onze scholen gaan dat ook doen. En we hebben samenwerking met Parnassus. Daar waar data belangrijk is om die naar elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld de data van de database komt van Parnassus naar ons toe. En de data van bijvoorbeeld Learning Analytics gaat van ons toe. Dus sluit je gewoon bij aan? Sluiten we bij aan. Het is echt gewoon een prima systeem en een heel mooi bedrijf. Oké, wanneer gaat de school van start? Maar de school gaat op 17 augustus open, deze twee. En we verwachten trouwens in de rest van Nederland ook nog zeker na de zomer 20 tot 25 scholen te hebben die met ons mee gaan doen. Ook in Monnikendam start een nieuwe school van ouders die met ons starten. Daar zijn ook tussen 80 of 100 leerlingen gaan staan. Hoeveel geld verdien je nou met dit hele project, Maurice? Nou, tot nu toe heeft het me veel tijd gekost en ook nogal wat geld. Want dit komt allemaal uit mijn eigen zak. Ja. En ik doe het heel graag, omdat ik het fantastisch vind als ik zie wat dit allemaal... Om Daphne gewoon een beetje een eigen tijdsonderwijs te geven. Ja, dat is een beetje... Een mooie motivatie. Het is niet de allerbeste investering in tijd om geld te verdienen, maar wel om gewoon betere scholen te maken. Ja, maar dat is uiteindelijk niet echt waar, want... Voor Nederland geldt dat misschien wel, maar ik heb zoveel belangstelling ook uit het buitenland. Ik was 3 weken geleden in Sao Paulo en dat was echt zo, ze stonden op de banken daar, hoe enthousiast ze waren. Ze zijn heel erg op technologie gericht, ontzettende groeimarkt. En daar hebben we partijen die onze master franchisehouder willen worden, om ook dit schooltype in Brazilië uit te gaan rollen. En zo hebben we het nou, in zeker 5 tot 10 landen waar dat gebeurt. Dankjewel Maurice, top. We'll be right back.